Hoi, welkom bij deze video. En in deze video ga ik wat meer vertellen over de kyphose. Misschien ken je het wel, hè, bij heel veel mensen die vooroverlopen, die een bolle rug hebben. En in deze video ga ik precies vertellen wat het is en hoe je dit effectief kunt aanpakken. Ik zou zeggen, kijk even mee. Er zijn een aantal belangrijke karaktereigenschappen bij een kyphose. En de eerste is een afgeronde rug met een grotere thoracale curve. En wat bedoel ik daarmee? Dus dat hij hier afgerond is en ook een grotere, ja, want dit is de thoracale wervelklom. En dit is cervicaal hierboven en hieronder is lumbaal. Dus die curve van de thoracale wervelklom is groter. De schouders staan meer naar voren, zoals hier in dit plaatje. He, dus omdat dit is de loodlijn, normaal moet die loodlijn ook door je oor lopen. Maar de schouders gaan dus meer naar voren als die bochel hier aan de achterkant aanwezig is. En dat kan ook weer problemen in de schouder veroorzaken. Nou, het hoofd is vaak ook naar voren gelift, he, getild. Omdat je dus hier weer die bolling hebt, ga je compenseren, gaat je nek naar voren staan automatisch. En dan krijg je ook weer dus dat je hoofd eigenlijk door de zwaartekracht verder naar voren gaat staan. Met alle consequenties van dien bij je nek. Nou, we krijgen thoracale stijfheid in die rug. Wat consequenties heeft voor de extensie en de rotatie. Dus zowel het strekken in de rug hier als het draaien in de rug. Want het is logisch, als hier een bolling zit, dan kun je dus natuurlijk moeilijker opstrekken. En het draaien, wat met name over die thoracale wervelkom gebeurt, wordt lastiger. En daarom hebben dus ook vaak, mensen met een kyphose hebben vaak problemen met het rechtop maken van zichzelf. Dus het rechtop gaan zitten. Dus die extensie is lastig. En met als gevolg dat we gaan compenseren, zeg maar, met onze schouders. We gaan vaak onze schouders wat optrekken. En ons bekken wordt door de houding, door die kyphose, ook wat naar voren getild, zeg maar. We krijgen een vooroverkanteling van ons bekken. Nou, wanneer we dus op onze rug gaan liggen met een versterkte kyphose, zien we vaak dat onze kin wat omhoog gaat staan. Hè, door die lordose hier. Hier krijgen we dus die kyphose. En hier gaat die compenseren met een lordose. We zien dat de schouders naar voren gaan in protractiestand. Dit komt omdat de pectoralis minor verkort raakt. Laat ik je zo nog even zien. Daarnaast, door die protractiestand, dus doordat de schouder naar voren gaat, krijgen we ook een beetje een endorotatie van de bovenarm en onderarmen. Zoals je hier ziet met die gele cirkeltjes. En uiteindelijk heeft dit grote consequenties voor het schoudergewricht. En daardoor ontstaan er vaak schouderblessures, omdat we het primaire probleem de kyphose is en het gevolg dat de schouder gewoon verkeerd gaat bewegen. Hier zie je nog een illustratie dat de draaiing, de rotatie in de wervelklom beperkter wordt door die kyphose. Nou, we zien hier, hè, dus dat onze schouders naar voren gaan en dat die pectoralis minor en major dus verkort raken. Nou, we krijgen door die kyphose ook dat de spieren zwakker worden. Met name de rugspieren en de schouderspieren. Dus de rugspieren hier in het geel hier onderin. En de schouderspieren hier, want we gaan met de schouders naar voren toe. En deze spieren worden eigenlijk luier, want ze komen meer op lengte. En ze doen gewoon simpelweg minder. Nou, nogmaals, doordat we dus hier een kyphose krijgen, gaan we dus compenseren met onze cervicale wervelklom en lumbale wervelklom. En daar krijgen we met name een versterkte lordose en zowel dus lumbaal als cervicaal. Nou, er ontstaat dus een verkorting van de cervicale extensor, dus van de strekkers van de nek. Omdat we dus een vergrote verholling krijgen in die nek, gaan de spieren orgio en assertie, dus de aanhechtspunten, naar elkaar toe. Dus er ontstaat hier een verkorting, maar er ontstaat ook een verkorting in de halsspieren van de sternocleidomastoideus. Nou, daarnaast ontstaat er een verkorte oppervlakkige ademhaling, omdat de mobiliteit van de borstkast gewoon simpelweg beperkter is. En het laatste puntje dat ik je laat zien is dat door dus die kyphose, de hamstrings hier, met name dus in zit, ook gewoon verkort worden.
En dat merken we dus in stijfheid. Dus als we met de handen naar de grond willen, dan merken we dat die hamstrings meer tegenwerken. Nou, ik wil je alleen nog even dit plaatje laten zien. Hier links zie je dus het perfecte voorbeeld van een houding. Een lichte lordose, een lichte versterkte kyphose. En hier weer een lordose in die lage rug. En in het rechterplaatje zien we dus dat het oor ver buiten de loodlijn valt. Hier weer een versterkte lordose, een hele versterkte kyphose. En hier weer een lordose. Uiteindelijk heeft die kyphose heel veel consequenties, dus voor verschillende klachten. En denk hierbij bijvoorbeeld aan lage rugklachten, thoracale klachten hier. We kunnen nekpijn gaan krijgen met daarbij behorende hoofdpijnklachten. Doordat onze schouder naar voren staat, krijgen we een beperking in de schouder. Waarin we bijvoorbeeld ook impingement, dus inklemmingsklachten kunnen krijgen van pezen. Nou, zo zijn er dus tal van aandoeningen die kunnen ontstaan door een versterkte kyphose. Nou, dit was de video over de kyphose. Super tof dat je weer hebt gekeken. In een andere video ga ik wat oefeningen uitleggen hoe je dit kunt beïnvloeden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.